De wet ter voorkoming en bestrijding van money laundering en terrorismefinanciering is gisteren met 35 algemene stemmen aangenomen. Hiermee zijn de basiselementen met betrekking tot strafbaarstelling, money laundering en terrorismefinanciering opgenomen in het strafrecht. Dit was een van de aanbevelingen van de Caribbean Financial Action Task Force, CFATF, bij de laatste beoordeling. Diverse delen van de samenleving gingen ervan uit dat de volgende beoordeling in november zou plaatsvinden. Echter is dat volgens minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie niet zo. Suriname wordt in november 2024 beoordeeld op basis van technical compliance vorderingen indien zij re-rating wens aan te vragen bij de plenaire. Dit betekent niet dat Suriname in november aanstaande geblacklist wordt. Dus dit wil ik herhalen, voorzitter. Dit betekent niet dat Suriname in november 2023 wordt geblacklist. Tijdens de CFETF plenaire vergadering in november zullen geen besluiten worden genomen over de status of over de status quo voor Suriname in het ICRG-proces. Dit geschiet pas aan het eind van de observatieperiode in februari 2024 door de joint group na bespreking van de bevindingen in de daaropvolgende ICRG-meeting. Zowel de fractieleiders van VHP als NDP hebben gezien het nationaal belang opgeroepen voor deze wet te stemmen. Enkele leden van de NDP hebben zich onthouden van stemmen omdat ze de mening zijn toegedaan dat de minister niet in voldoende mate is ingegaan op hun vragen. NDP-fractieleider Rabinder Pamisar verduidelijkte hun standpunt. Het is een belangrijke wet. Het is jammer dat de minister op veel van onze vragen en van mijn spreekbeurt op geen enkele vraag is ingegaan. Maar nationaal belang is daar. Wij erkennen dat de consequenties groot zullen zijn, maar het gedrag van de minister is op geen zin goed te praten. Wij zullen vanuit het nationaal belang, u merkt het met een klein deel van de fractie, want de fractie heeft enorm veel moeite met deze opstelling van de minister, zullen we met een klein deel, roep ik ook op, om voor te stemmen in nationaal belang. Deze wet is als initiatiefwet ingediend op 31 mei 2023 door de leden Rajinder Kumar Debi en Ramon Kudemusu.